Exclusief! Oké, Willem. Ja, mijn gouden tip voor producties. Dat heb je mij toen jaren geleden gezegd. Daar heb ik zoveel aan gehad. Sindsdien ben ik ook helemaal doorgebroken. Nice. Is daarom je haar zo geworden? Ja. Oké, nee, ik ga hem nu even serieus doen. Mijn gouden tip voor produceren is eigenlijk, kijk verder dan de hardcore scene. De hele hardere dance scene in het algemeen eigenlijk. Want hoe ik ben begonnen is me open te stellen voor wereldmuziek, voor volksmuziek, voor klassieke muziek. Allerlei soorten andere stijlen, andere genres waar echt wel vet gevoel in zit en emotie in zit. En daar heb ik zoveel uitgehaald van mijn carrière. Ik heb zoveel invloed uit allerlei andere stijlen kunnen halen. En dat heeft gewoon geresulteerd in de weg die ik in ben gegaan, maar ook in de hele carrièreverloop tot en met nu. Ik kijk eigenlijk bijna nooit naar andere hardcore nummers of hardstyle nummers of Frenchcore nummers of whatever. Zeker niet als ik inspiratie aan het opdoen ben. Dan kijk ik eigenlijk juist naar compleet andere genres. En daarom heb ik ook voor deze, dit interview eigenlijk een top 25 gemaakt van de allerbeste nummers in mijn ogen. De allerbeste nummers buiten de harddance scene om. Waar ik het meeste gevoel bij heb of een bepaalde herinnering aan heb of een bepaalde inspiratie heb gekregen. En die top 25 heb ik op Spotify gezet in één lijstje en die kun je even checken met een link hieronder. Dus dit is zodat mensen eigenlijk leren hoe jij je inspiratie hebt opgedaan om muziek te gaan maken door buiten het standaard kader te denken inderdaad. Ja. 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 Het is niet mogelijk om deze man aan te kijken zonder te lachen.